Welkom terug, het is weer ek, Grief en Petie en ag my fok, hierdie gaan nie goed eindig nie. So kom ons vat die paadjie. Ons laat die draak uitkom. Ja, ons sal laat die draak uitkom. En dan sal ek vir Delphine vind en dan volg ons die pad. Ons probeer nie slim te wees om ons eie fucking paadjies te volg nie. Want dit het obviously nie gewerk nie. En ja, nee. Nie weer nie. Weapons, hunting bow. Ja. Wat? Het hij nou weer gefok of? Ek verstaan nie die draak nie. Jy sien ek sies na fok of jy? Oké, wel fijn. Julle draakprobleem is opgelos. We'll meet up near Karthspire. I'd be a lot warmer and a lot happier with a belly full of meat. We'll meet up near Karthspire. Oké, wel ek gaan het jou volg. Dis wat ek gaan doen. Nee, jy kan gaan, maar nie waar nie. Everything's all right. Ja, nee, alles is fyn. Daar is absoluut niks wat verkeerd is nie. En dit is nie asof ons die hele tyd fucking doodgaan nie, nee Petie. Rarig waar, Piet het al een paar slechte fucking idees gehad. En die vorige episode was vol vrille geweest. Om die minste te sê. Ach, daarom kan ons lekker lach daarvoor, nee. Nee Pietie en Benny, Benny? This one's mine. Another one for the blades. Yep. Ek volg julle want julle weet alwees die pad wat ons moet gaan. Want Petie het nie 'n fucking idee nie. Om die minste te sê. We'll meet up near Karthspire. Nee, ek verstaan dit. Dus ek kom ek volg jou net want behalwe as jy iets anders het jy moet doen, maar ek wil eerder net agter jou aanloop. Wow, hier is iemand die so boer. Jy het gedink, jy gaan ons ambush, nee. Oh, fuck, om my uitvang, nee. Petie is te fucking slim vir julle. Dis asof hy hier so was. Daar's 'n wolf daarboor wat nie vir my aanval nie. Wat fantasties is. Hier is 'n boom wat omgeval het. Need something? Wie is jy en wat verkoop jy? Take a look. Oei, dit is redelik geld. So as ek daar aan jou verkoop en party boots. I don't know. Scrolls? Oké, we doen niet. Wat zijn wapens verkoop jij? Battle axe, steel battle axe of souls. If target dies within 3 seconds, falls a soul gem. Ja, so wat ek wil nie. We are hunting bow of dismay. Stel wat ek wil nie. Apparel. Dat is weird. Hierdie ou verkoop nogal redelik baie klere. Oké, niks reg, dankie. Cheers. Delphine, moenie worry nie. Julle loop net voor. Ek is hier agter julle. Wafok. Well, okay. Wow. Oh, Benny. That's how it's done. Yo, Benny. Ik heb het gezien wat Petie gedaan heeft. En uit de execution order. Kom ons lees dit gauw. Execution order. Be on the lookout for the Imperial called Petie van Magoebaskloof. He is an enemy to the Thalmor and has actively disrupted our activities and caused great harm. If spotted, you are to destroy him with extreme hatred. Extreme hatred? This fucking like vanilla. Be advised, he is extremely dangerous and quite able to defend himself. If caught by local authorities, we are unable to offer you any assistance for the glory of the Elf-Mary Dominion. Jammer dat. Are you sure this is the right way? Bring mij fucking vrouw, niet echt volk voor jullie. Vaar soms, dus Anne kan die berg. Delphine. Domme. Jebben. Did you say something? Ja, Kate. Eindelijk. Let's keep moving. Delphine. Wat precies doen jij? Oké. Jammer dat dit. Was een beetje weer interrupted also. Maar Delphine lijkt mij daarom die rechte pad weer gevind. Wat zij wou gevolgd heeft. Of de architect ervoor gepraat. We'll meet up near Karthspire. Delphine, alsjeblieft. Ons is hier, weet je? Ja, ons wil... Essie of Jebben? Ik weet niet. Jebben is hier goud. Maar ik ga hier pad maar volgen, want... dit is wat zij wel gedaan heeft. En ik bedoel net safe, want ik heb al fucking een paar keer dit gegaan. Nee, dat was nabij. En ik wil het hier van vooraf doen, nee. Wat leert het jou? Saving... helps. Goeie les om te leren. Goeie les. Hallo wolf. Oké, dus dat probleem opgelost. Piet heeft net afgestaan en veel gekeken, toen ga je dood. Dus hoe Piet die rol? Weet niet, ik hoop hier is hier achterpad, want die mensen zijn niet best om ons te volgen, nee. En dat is niet die hier stukje wat ons opgefokt heeft, nee, maar dat wel zo voorkomt. Als ik die kaart zo kijk, lijkt het alsof je die keer er meer achterpad kan wees. En nee, ons gaan niet weer die bandit gaan aanvallen, nee, nou niet. Wel, kom ik zelfs zo, ons gaan niet weer proberen om over die fucking rivier te springen, nee. Maar die weer is nogal aardig, Benny. Ik weet niet of je weet van plek om te slapen, nee? Het kasteel is zo. Hallo. Benny is als leg of goat. Nee, fuck, dat is niet. Broken Tower Redoubt discovered. Oké. Ja, weet niet. Net iemand wat voorbij loopt? Maybe? Nee. Benny, jij is nog met ons, nee? Ja, jij is. Jij is verzeker nog met ons. Hier lijkt mij zijn rechterpad. Oeh, Petie. Hier is nog wel een hoebrug. Als men hier zal afspringen, nee. Is iemand hier zo? Hallo. Jij is... Nou ook. Wow, ik ga het niet in jou niet. Je kan maar ook wees op je eieren. Dat is zekerlijk niks verkeerd al meer niet. Is een boorkie. Wat ik niet kan lezen niet, omdat het donker is. Maar één gaat niet naartoe, waaraf ook niks is. Nee, die andere gaat niet naartoe. Ons volgen hierna. Zekerlijk kan er niks verkeerd lopen bij die pad niet. Niet enigszins enige draak dat was een aanval niet. Enige... vreemde mensen die wat niet. Important deliveries to make. No time for chatting. Courier. Wel, oké. Is fijn. Ik moet in staat met de courier wezen om alleen in hierdie fucking landen te lopen. Ik moet redelijk fucking braaf wees. Ik bedoel, ek is Petie met heavy armor en ek so fucking wel. Petie is badass, obviously. En Benny is 'n doktertjie, maar Benny is daarom hier om vir Petie geselskap te gee, alhoewel hy nie veel praat nie. Maar het is donker, het is nag. Die sterre is uit en dis 'n baie mooi sterre. O, Petie, dit help nie. Je moet kyk waar jy loop en jy loop altyd in die fucking klippe vas. Maar ek dink ons mag dit dalk net hierdie keer maak. Ons mag dalk net hierdie keer dit maak tot by die plek wat ons moet wees. Blind Cliff Cave discovered. Oké. Absoluut niks verkeerd daar zo, nee. Ons het een monument hierboven wat een beetje ver weg is. Een mooi waterval. Een rivier. Een kampterrein wat daar zo is, waar ons net dood gegaan het, want daar is de draak dan daarbij. En een paar andere goeders wat mij redelijk voor kromkant gevangen heeft. Is het dorpie? Oh, hallo. Krap. Koolskechermijn. Wat zoek jij zo? Oeh. Baie nice mensen hier zo niet. Is die plekje om te slapen? Well, lijkt mij niet. Ach, fok om. Daar ek Petie. Ek weet nie hoe kom staan jy net daar en so aan nie. Maar, hier is nog iemand die zo wat op mij schiet in die donkerte. Ik denk wat ons gaan doen, Petie. Dus ons gaan... Hier gauw haar uithap. Daar... problemen wat sy het. En dan gaan ons gauw een beetje rust. Ik weet niet van jou nie, Petie, maar ek denk het is tijd dat het weer dagelijk raak. En dan zal ons hierdie episode hier zo eindig. Ze mij niet boe. Interessant. Anyway. Dit is hier achter richting, nee. Dit voelt zo lijk. Anyway, cheers voor eerst mensen. Kind Petie zullen we weer volgende keer zien. Hopelijk gaan dit fantastisch van daar aan verder. Anyway, bye.